hartelijk welkom bij het Corona journaal van zondag 29 november. Vandaag de laatste aflevering in deze serie van zeven journaals. Waarin ik samen met Maurice de Hond het laatste nieuws omtrent corona bespreek aan de hand van de artikelen en blogs op maurice.nl. Ja, de afgelopen weken zijn de belangrijkste onderdelen wel zo'n beetje aan, uh, aan bod gekomen. En in deze laatste aflevering blikken we vooral vooruit naar de komende feestdagen en de rest van de winter. En ook welke rol het vaccin daarbij speelt. Maar voordat we het daarover gaan hebben, zijn natuurlijk ook weer nieuwe artikelen deze week verschenen op jouw platform. Welke drie wil je eruit lichten? Nou, het eerste die ik er wil uitlichten is een interview met professor Bauma. Die heeft twee maanden geleden een interview gegeven in Oost Online. Uitermate toegankelijk interview over. In het algemeen, virussen en COVID-19 in het bijzonder. Daar kregen we ook veel positieve reacties op. Het was echt in Jip en Janneke taal geschreven. Ja, over die vliegers. Ja, die was vliegers, dat, ja, dat precies, was dat het COVID een vlieger is. Ja. ja, en in dezelfde serie is er nu een interview met hem over vaccinatie. En ook een veel breder verhaal dan alleen van COVID-19. En dat is ook heel interessant. Daar verwijzen we ook naar en daar halen we ook de belangrijkste elementen uit. Ja, nou, straks gaan we nog verder in op die vaccins. Wat is het tweede artikel? Wat je... ja, het tweede artikel is het feit dat nu ook weer grote uitbraken zijn in zorginstellingen, Net zoals in maart, april, met veel slachtoffers ook. En eigenlijk lijkt het alsof men niets geleerd heeft van het eerste half jaar. En dezelfde problemen van toen nu ook weer opkomen. Ik krijg regelmatig... Berichten van mensen die familie heeft in huizen waar er veel uitbraken zijn. En daar heb ik aandacht aan gegeven, omdat ik denk dat het in deze mate echt niet nodig is. Nee. En daar staat ook een conclusie in, dan van jou? Ja, ja, wat je gewoon merkt is, en ook in alle analyses en rapporten die gemaakt worden, dat er alleen maar gekeken wordt naar mondkapjes, alleen maar gekeken wordt naar besmetting via contacten. en niet opgelet wordt voor een ander gevaar, een belangrijk gevaar. Is dat via het ventilatiesysteem het virus wordt verspreid onder alle aanwezigen? Ja, ja. Dat had nu eigenlijk wel aangepast moeten zijn. Ja, en ik krijg gelukkig ook wel reacties van uh, mensen die familie hebben of mensen die uh, dat soort instellingen runnen. Dat ze wel die voorzieningen zelf zijn gaan treffen. Ja. En dat dan de resultaten blijkbaar positiever zijn dan bij de anderen. Maar het is gewoon jammer dat het niet macro door ja. veel meer wordt gecommuniceerd. En het derde artikel? Ja, het derde artikel gaat over een. Uh, een heel bijzondere tv-uitzending van vorige week. Dat programma heet Media Logica van Human. En dat ging over de uitbraak in Maasluis, de Tweemaster. Dat is in juni een grote uitbraak geweest. Er is veel onderzoek over geweest. En daar bleek al in juli dat de ventilatie daar een belangrijke rol bij gespeeld kan hebben. En in begin augustus zijn er verschillende media uh, daar publicaties over geweest... Um, uh, RVM en GGD ontkenden of negeerden. Het was een nogal heftige situatie. En dat programma Media Logica zou daarop inspelen. Hebben ook met mij gebeld, uitgebreid, uh, met ze gesproken. En vervolgens zag ik het programma. En toen bleek eigenlijk het programma helemaal vanuit: ze zijn bij de RVM geweest, daar ook allerlei vergaderingen gevolgd. En het hele verhaal is alleen maar vanuit de visie van het uh, RVM. Met een interessant hoogte of misschien wel dieptepunt. Daarin werd. Uh, de hoofdredacteur van OP1 geïnterviewd over het feit dat ik tijdens een uitzending gezegd zou hebben dat het RVM geen aandacht besteedde aan de ventilatie, maar dat toch op de website van het RVM wel ventilatie stond. Want dat vertelde een van de mensen van het RVM dat dat het geval was geweest. Ja, wat ze even vergeten waren te zeggen bij dat programma was dat ik dat op 30 juni had gezegd, inderdaad bij die uitzending. En dat pas eind juli, begin augustus het RVM voor het eerst ventilatie op hun website hebben vermeld. Yes. En toen werd de, ja, de hoofdredacteur van Opeen gekapiteld dat ik geen tegenwicht had gekregen, omdat ik iets had gezegd wat niet waar was. Maar ja, ja en media logica wil eigenlijk onthullen hoe media omgaan ja, met nieuws. Yes. En eigenlijk hebben ze wel nou, volgens mij onthuld hoe media omgaan met feiten tijdens de coronaperiode. Nou, dan is het ook maar goed dat je een eigen platform hebt ja, <zeker>. waarin je dat ook nog eens even duidelijk kan uitleggen, toch? Ja, zeker. Toch? We gaan het vandaag hebben over de feestdagen. We gaan het hebben over de komende winterperiode en natuurlijk de rol van het vaccin. Ja, de feestdagen staan voor de deur. 15 december gaat de overheid weer nieuwe regels daarin aankondigen. Wat verwacht jij nou, ik weet het eigenlijk niet. Alleen, uh, ik ben bang dat de besluiten niet genomen worden op de juiste feiten. En daar zag je eigenlijk afgelopen week een soort voorsortering al bij het RVM. Um, en je hoort ook dagelijks de laatste paar dagen iets wat eigenlijk niet de feiten zijn. Men zegt namelijk dat het nu ontzettend stabiliseert. en dus niet genoeg daalt. En als het niet genoeg daalt, dan kunnen we eigenlijk heel weinig doen. Maar als je de cijfers ziet. dan... Zie je iets anders. En ik zal het even laten zien aan de hand van deze grafieken. De eerste grafiek die je ziet, dat zijn de dagelijkse meldingen van het aantal besmettingen, zoals die dagelijks in de media komen. Als je die grafiek ziet, zie je inderdaad op een gegeven moment naar boven, dan zie je langzamerhand weer een daling, en de laatste periode ziet het er wel met wat schommelingen redelijk stabiel uit. Alleen wat er niet bij gemeld wordt, is hoeveel uh, testen er zijn uitgevoerd. En nu blijkt bijvoorbeeld de afgelopen week 10% meer testen zijn uitgevoerd. Als je dus alleen een grafiek laat zien van het aantal de percentage positieve uitslagen, dan zie je een ander model. Dan zie je inderdaad een stijging tot vijf, uh, zes weken geleden en dan zie je een geleidelijke daling. En ook de afgelopen week was er weer anderhalf procent minder besmettingen, uh, positieve testen, dan, uh, dan de week daarvoor. Dus daar zie je heel duidelijk een daling. Ja, waarom zou de overheid niet, of de media en de overheid, niet spreken van een daling? Ja, dat is juist de grote vraag. Want als je ook nog gaat kijken naar de ziekenhuisopnames. En hoeveel mensen in ziekenhuizen liggen, ook daar is een grafiek van. En die eilt altijd wat na. Maar ook daar, kijk maar naar deze grafiek. Daar zie je dat er een hoogtepunt was. En ook daar zie je een vergelijkbaar proces. Een daling op dit moment rond de 1800 en het hoogtepunt was 2400. Nou, dus in al hun informatie is er één grafiek die een wat stijging laat zien. Dat is de zogenaamde reproductiefactor. En zo, hier zie je de grafiek zoals in het rapport staat van het RVM. En bij de reproductiefactor is wel het opmerkelijke twee dingen. Hij is per 6 november, dus toen hij naar buiten kwam afgelopen dinsdag, was hij al 18 dagen oud. Ja, wat is de reproductiefactor van 18 dagen daarvoor relevant voor de situatie van nu? En waarom zou die niet uh, accuraat zijn? Nou, omdat men uh, de cijfers die binnenkomen, die hebben behoorlijke vertragingen. En ze moeten een tijd wachten totdat ze alle cijfers compleet hebben. Dus dat is één. Dus dan betekent het dat ze ja, nooit actueel kunnen zijn. Want eigenlijk de cijfers die je per dag krijgt, die kunnen ook een week oud zijn. Maar dat betekent voor vandaag kan ook volgende week binnenkomen. Dus ze kunnen niet actueel zijn. En dan zeg ik, ja, voor je analyses is het misschien wel aardig. Maar om dat nou als prominent nieuws te brengen, dat de reproductiefactor is weer boven de 1, terwijl dat 6 november was. Ja. Last but not least, als je naar de berekeningswijze kijkt, dan is er ook nog een heel incidenteel aspect. Wat is namelijk nou de cijfers per dag? Dan zie je bijvoorbeeld in de weekenden lagere cijfers dan in de dagen daarna. En dat hangt blijkbaar samen met, ja, in het weekend wordt er minder getest of minder gewerkt. En dan zie je, als je naar de, de maandag of dinsdag kijkt, in het ene weekend zie je een zo bijvoorbeeld, een relatief kleine. Maar de weekend daarna zie je een wat grotere sprong. Dat heeft te maken met, niet of er meer of minder besmetten zijn in het weekend, maar en gewoon... De hoeveelheid getesten. Jawel, maar, maar de reproductiefactor, die wordt berekend op hoeveel besmetten heb je met vier dagen daarvoor. En als dat weekend, vier dagen daarvoor, abnormaal laag was. dan heb je daarna een relatief verhoging. Ja. Dus ik kan nu al wedden met je. dat bij de volgende cijfers, namelijk aanstaande dinsdag komen die uit. dat de reproductiefactor weer duidelijk onder de 1 ligt. Vanwege Want, dat weekend? Ja, door de cijfers die we inmiddels al weten. Ja. Maar bij de reproductiefactor houden ze ook niet rekening met het aantal uitgevoerde testen. Want als ze de komende week. 100.000 testen meer zouden gaan doen? Dan gaat het aantal positieve uitslagen omhoog. En zou over drie weken gemeld worden dat de reproductiefactor omhoog gaat. Ja. Maar denk je niet dat daar achter de schermen dat daar wel naar gekeken wordt? Dat er een, een, een lijn is waar ze uitspraken over cijfers doen, naar buiten uit? En dat ze achter de schermen echt wel de andere ci cijferlijnen in de gaten houden. Nou, dat is in ieder geval te hopen dat ze achter de schermen ook nog naar die andere cijfers kijken. Maar, wat maar ik ze zeg, moeten ik... iets uiten naar het publiek. Jawel, maar dan zie je, dat is dit, deze afbeelding. Dus wat was hun nieuwsbericht? Terwijl we dus eigenlijk alle cijfers de goede richting op gingen. Kan je altijd zeggen, nou, het zou nog veel meer moeten zijn, maar dat is een andere. En dan is hun bericht dat. Uh, Reproductiefactor weer bijeen ligt en de rest stabiel is gebleven. Ja. Nou, en dan zeg ik van. Wat je dan aan het doen bent, is niet de juiste, voor, de juiste voorlichting te geven. Wat ze waarschijnlijk denken is. als we ze zeggen, nou het gaat de goede kant op. dan gaan de mensen zich niet aan de maatregelen houden. Maar ik denk dat je een volwassen bevolking hebt. en dat je als organisaties, als RVM en als overheid. gewoon eerlijk met informatie moet gaan. Dan kan je best zeggen van. Nou, het gaat wel de goede kant op, maar het moet nog veel meer de goede kant op gaan. Maar je moet niet informatie naar buiten brengen die eigenlijk niet goed gedekt wordt door je echte cijfers. Ja. Hoe gaat dat dan rond 15 december uh, het eruit zien? Want dan ze hebben, gaan ze dus ook nieuwe maatregelen baseren op oude cijfers? Ja, nou, het is te hopen dat, dat dit soort trends, die ik ook aangeef, dat... Er Wel, mensen in het katshuis zitten die dat ook zien. En ik begrijp wel dat bij het katshuis nogal ingrijpende discussies worden gevoerd. Omdat eigenlijk iedereen zich beroept op andere cijfers. Mm. Bijvoorbeeld, we zien nu de cijfers iets lager ten opzichte van, van vorige week. Maar ik weet niet of er nou meer getest is. Ja. Als er meer getest is, is dat gunstig. Maar als er bijvoorbeeld deze week Minder is getest, dan zouden de cijfers eigenlijk ongunstig kunnen zijn. Nou, wat ik denk, wat er volgende week gebeurt, is, is bijna niet gebaseerd op cijfers, maar is gewoon gebaseerd op, op ja, de machtsverhoudingen binnen het kabinet. Ja. Nou, als we dat even daar laten, als we dan nu naar die, die, die kerstperiode uh, uh, nou ja, kijken, wat is jouw advies? Nou, mijn advies zou zijn: kijk wat ze in Duitsland ook gedaan hebben. Daar hebben ze gewoon gezegd: je mag met tien mensen ja, het, is een, het zijn heugelijke dagen, maar volgens mij zes toch in Nederland? Hè? Ja, maar daar, nee, Nederland is officieel drie en de discussie is gaan we nu naar zes of niet? Ja, naar zes je, vanuit je eigen regio. Ja, ja ook al vanuit je eigen regio. <laughs> allemaal net je familie is allemaal net Op de wonen. in een andere, net ja, een tien kilometer regio. afstand bij een andere. Maar goed, maar goed, ze willen niet de reisbewegingen willen ze wat beperken. Maar wat ik hoop wat ze doen is inderdaad zeggen zes, want waarom zou je drie? En andere landen kunnen het ook. En tegelijkertijd hoop ik dat Rutte zegt. En wilt u voor de, voordat u aan uw kerstmaal gaat. Nou, van mij part mag ik zeggen. Uw handen stuk wassen. En zet daarna het raam open, alstublieft. Ja, ja. als en neem dat, een extra trui mee. Dan neem een extra trui mee. En als je dat doet. natuurlijk zullen er wat meer besmettingen ontstaan. Tegelijkertijd zijn dan de scholen dicht. En we weten inmiddels ook, want dat is gewoon vakantie. Dat de scholen ook wel wat extra besmettingen geven die ook weer in de bevolking komen. Dus... Wat vind je dan van het voorstel of het voornemen om uh, de vakantie nog een weekje langer te laten duren? Gaat nou, dat zijn... dat opvangen? Nou, er zijn twee alternatieven. De mensen zeggen een week eerder met vakantie en een week later. En ik denk dat dat op zichzelf geen verstandige beslissing is. Wat best een verstandige beslissing zou kunnen zijn. Maar die was er altijd al beet. Bijvoorbeeld dat je in de laatste week voor de vakantie op de VO-scholen. Dus de kinderen tussen 13 en 18. Ja. Dat je daar zegt. Benadruk daar nou vooral online onderwijs. Zodat je in die scholen relatief minder kinderen op dat moment de leerlingen aanwezig hebt. Maar om scholen dan op die manier dicht te doen. Daar denk ik niet dat het uh, veel uh, zo dan dan, zou je niet, dan, zou je niet, dan heb je een soort natuurlijke uh, quarantaine. Ja, maar we hebben, al, we hebben die twee weken ook al die er dan komen. En ja, er is een besluit genomen. En in mijn ogen terecht dat het onderwijs door moet gaan. Dat, uh, dat is ook ontzettend belangrijk. Terwijl die kinderen zelf uh, relatief weinig eigen risico lopen. Ja, en de omgeving, en zeker als daar kwetsbaren zitten, moeten daar dan wat meer op letten. Als we dit soort dingen gaan doen als sluiten... en dat heb ik op 13 oktober ook al gezegd... toen ze die maatregelen hadden... je kan er gewoon bijna zeker van zijn... dat alle maatregelen die genomen zijn... die zullen waarschijnlijk moeten duren tot ergens in maart. Ja. Want dat gaat echt niet in januari, februari... stukken beter worden. Nee, precies, want de echte kou komt er nog aan. Ga je dan... gaat dat, dat vaccin... of uh, het, het, het virus gaat zich dan nog, nog meer muteren? Nee, wat er gebeurd is... nee, muteren is dat niet het onderwerp... Um, als, buiten, uh, als je buiten bent, is je risico om besmet te worden klein. Maar als het heel koud is, ben je wat minder buiten. Vervolgens, als je naar binnen gaat, dan is ventilatie belangrijk. Maar hoe kouder het is, hoe minder je de ramen openzet doet, ja. enzovoort. Ja, ja. Plus, en dat is nog het meest gevaarlijke: als het koud is buiten en je hebt binnen de verwarming aan, dan gaat de luchtvochtigheid gaat naar beneden. En dat is een situatie waar het virus veel langer in de lucht kan blijven. Dus ventilatie is goed om het virus te verdrijven, maar luchtvochtigheid is ook heel goed. En, en die luchtvochtigheid kun je oplossen door, door allereerst een metertje te kopen, maar ook door warm water of water. Ja, water op dus je... je hebt die bakjes aan de, aan de verwarming. Ja, precies. Er zijn relatief goedkope luchtvochtigheidsapparaten. Uh, uh, en dat moet dan op de 40-50 zitten. De, nou, de, 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 de relatieve luchtvochtigheid bij een kamertemperatuur van zeggen, like, 21 graden. In de buurt van 50% is het dan. Besef, als je dat niet zou doen en buiten is het nul graden en je gaat verwarmen, mm -hmm. dan is het binnen 20%. En dat is echt voor het virus ongeveer de meest optimale omstandigheid om in de lucht te blijven. Ja. Want wat gebeurt er bij 45 of 50%? Dan bindt dat water zich in de lucht aan, aan die kleine deeltjes. En die worden zo zwaar dat ze niet Gaan blijven vallen. zweven. Ja. ja, dat is het. Oké, okay. helder. Um, is dat alles wat je kwijt wilde nou, over de wil winterperiode? Ik, ik, nou, ik wil <laughs> nog een, een, een gokje wagen, maar dit is uh, meer een gokje of misschien een grap. Mensen hebben mij gevraagd: op welke datum denk je nu dat er de echte verzachtingen komen? Mm -hmm. en, de verzachtingen qua maatregelen? Ja, dat ze roepen: van nu gaan we, kunnen we weer meer doen. Terug de, naar de, de maatregelen, maatregelen de, nou, ja. nog niet helemaal, maar de eerste stappen. En ik, mijn taxatie is dat dat de persconferentie wordt van 9 maart. En. Waarom 9 maart? Dat is namelijk acht dagen voor de verkiezingen. Ah, kijk. Dus de, de dag voor de verkiezingen lijkt me niet de goede dag. Nee, precies. Maar als ze wat gaan doen, lijkt me dat ongeveer. Uh, nou, misschien is het toe obvious. En maar... dan worden. Ja, precies. Ja, dan worden natuurlijk ook. Het worden alle registers opengetrokken voor, uh, voor de stem. Uh, en en uh, om kiezers uh, de zieltjes te winnen. Nou, het is, het is meer een grap, denk ik. Want het zou best kunnen zijn dat het dan nog niet genoeg is gedaald. Want uh, als je naar de, naar de omstandigheden kijkt van vorig jaar, dan was het eerder in april. Maar dat hangt ook een beetje van het weer af. Dan ja. wordt het warmer, de vochtigheid neemt toe. En dan bedoel ik, denk dat april-mei, wat er dan ook verder komt, dat dan het virus in Nederland en trouwens in heel Europa vrijwel uh, verdwenen is. Ja, en dan is de grote vraag: wat gaat er dan? Het, het seizoen daarna gebeuren. Nou, dat was ook logisch mijn volgende vraag. Als we nou eens echt even een blik in de toekomst nemen, volgend jaar, herfst en winter, hoe gaat dat eruit zien? En ook uh, nou ja, met het hele vaccin wat er nu aankomt. Ja, dat speelt natuurlijk een, een belangrijke factor. Wat, wat ik ook denk, en dat lijkt ook veel literatuur op te wijzen, dat we deze winter, als COVID-19 er nog steeds zou zijn, dat we geen griepgolf uh, krijgen. Omdat uh, eigenlijk tot nu toe is er nergens COVID-19 gelijk met griep voorgekomen. Dus, dus ik denk niet dat we tot en maart echt duidelijk een griepgolf gaan krijgen. Volgend jaar, ja, dat is dan een andere situatie. Um, ja, we, er zijn allerlei goede berichten over de, het vaccin. Um, dat zijn trouwens wat eerste resultaten. Uh, er wordt heel optimistisch gedaan over wanneer dat nu uh, verspreid kan worden. Dat er misschien dit jaar al kan beginnen, met, begonnen worden met vaccinatie. Dat ruikt volgens mij volgende week of volgende maand. Al beginnen. Ja, maar, maar er zijn een paar dingen waar mensen toch erg over moeten opletten ten aanzien van de informatie die je krijgt. Ik heb dat vergeleken met. Uh, stel, ik ben um, een eigenaar van een betaald voetbalclub. En iemand vertelt me, goh, in die club uh, bij het trainen is er een spits en die scoort wel heel erg veel. Zou je niet moeten kopen? Dan zou mijn reactie zijn: nou. Ik wil hem toch nog wel eerst een paar wedstrijden in het eerst hebben gezien. Vooral als ik ook hoor dat de man die me het vertelt eigenlijk de manager is van die speler. Ja. Nou, en, um, en pas als hij een paar wedstrijden gespeeld heeft op hoog niveau... dan kan je eigenlijk beoordelen, nou, uh, dat is wel echt een goede spits. Die zou ik gaan kopen. Nou, wat we eigenlijk tot nu toe hebben gekregen was... Ja, het geluid van er speelt ergens op een oefenveld een, uh, een, een spits die scoort veel... Mm -hmm. En dan kunnen we wel met elkaar zeggen, zeker als je supporter bent, de club tegen de eigenaar, weet je, koop hem, koop hem, koop hem. Maar je hebt gewoon meer informatie nodig. En dus alles wat we tot nu toe hebben gehoord over dat vaccin en zeker die eerste twee, dat ziet er goed uit. Maar de basisinformatie is nog uiterst beperkt. Oké, okay, want vorige week zei je er zijn iets van 60 vaccins die op dit moment onderzocht worden. In ontwikkeling zijn. Of in ontwikkeling zijn. Nou, er worden natuurlijk allerlei onderzoeken op uitgevoerd en uitgeoefend. Welke onderzoeken hou jij in de gaten? Nou ja, wat de belangrijkste, belangrijkste onderzoeken zijn, is uiteindelijk de onderzoeken die gebruikt worden om de goedkeuring te krijgen van de, van ja. de verschillende instanties. Um, dus tot nu toe zijn die niet openbaar. Um, en bijna zeker, of zeker is het als eenmaal ze goedgekeurd worden... dat dat niet geheim gehouden kan blijven. Want ook allerlei wetenschappers zeggen, ik wil dat weten. Uh, AstraZeneca, dat is de derde, hè? die uh, Oxford-vaccin. Daar waren ook vrij goede berichten over. Maar daar is uh, uh, donderdag, vrijdag van bekend geworden... dat die eerste testen niet helemaal goed zijn uitgevoerd. Dat er wat fouten worden. En die hele testprocedure... Wordt opnieuw gedaan. Dus daar zit een vertraging in van twee, drie maanden. Zeker. En waar wordt dan op getest? Nou ja, wat, wat, wat ze eigenlijk moeten doen, is: ze moeten de proef hele goed opzetten. Dus de helft van de mensen die het krijgt, krijgt het echte vaccin. De andere helft de placebo. Maar de mensen die je kiest, dat moet op zichzelf een hele willekeurige keuze zijn. Ik bedoel, dat hele onderzoeksopzet, dat, moet, dat is heel belangrijk. En wat blijkt bij AstraZeneca, dat is dus donderdag gebleken. Dat er fouten waren gemaakt bij de hoeveelheid dosis van het vaccin de eerste keer. Dus een deel heeft het vaccin maar voor de helft gekregen. En daarnaast blijkt ook de mensen waar ze de analyses op hebben gedaan, bleek geen steekproef te zijn, maar een beperkte groep. Dus dat AstraZeneca, dat zal best de vertraging oplopen. Die andere twee, die lijken nu, hè, dat is uh, Pfizer en Modena, die, uh, die lijken nu. Uh, in een eindfase te zitten van goedkeuring. En er wordt gezegd, nou, dat zou best in december kunnen zijn. En dan kunnen de eerste ge geproduceerd... of die worden waarschijnlijk al geproduceerd, maar verdeeld worden. En bij Pfizer zijn het dan min 80 graden bij de verspreiding. Maar eh, ja, wat, wat, je, wat je natuurlijk hebt... Om dat goed te organiseren, om over de hele wereld dat in goede in ja, voldoende mate. Hè? Wij gaan echt niet, uh, laat ik zeggen, in januari al honderdduizenden mensen vaccineren. Mogen blij zijn uh, als, we, uh, als we zover zijn dat er, dat er 10, 20, 30.000 komen. En, dat, en dan in de maanden daarna. En dan is het interessant. Ik, ik ja, hou... want hoe gaan ze dat, uh, dat... Daar komt dan een vaccinatieprogramma. Hoe gaan ze dat inrichten? Ja, en dat is ook weer interessant. Uh, in Nederland hebben we dat redelijk goed ingericht omdat bijvoorbeeld de huisartsen doen de griepvaccinatie doen. Maar bij de Mexicaanse griep hebben ze het allemaal op een centrale plek gedaan. Ik kan me goed herinneren, in de Rai was dat onder andere, grootschalig gedaan. Ik, ik weet niet welke variant ze gaan, gaan kiezen, hangt er ook over de beschikbaarheid. Maar de centrale vraag gaat nog veel meer worden: wie, wie vaccineer ze? Het eerst? En daar las ik iets over waarvan ik, als ik de rest van de literatuur lees die ik heb bekeken, waarvan ik denk, nou, ik weet niet zeker of dat uiteindelijk de verstandigste keuze is of dat dat ondertussen zo blijft. Wat willen ze doen? Ze willen het eerst de mensen vaccineren in zorginstelling. Ja. Oh. Uh, dat zijn er, geloof ik 150.000 en de meest kwetsbaren enzovoort. Maar wat ik lees. Is dat is... een logische gedachte? Ja, in eerste instantie denk je, nou, die, moet, die beschermen we dan het, het eerst. Maar wat, en dat is informatie die we nog niet hebben, dus daar kan je nog geen uitspraak over doen. Maar wat je ziet en wat je leest, is dat, uh, dat er mensen zijn, dat redelijke mate, misschien 5%, 3% of zo, dat een, het, het vaccinatie zelf, een tweede prik voor een vrouw, ook nog een soort reactie kan geven die niet verschrikkelijk is, maar waarvan ze niet weten, en dat is het als je dan echt zwak bent of zo'n reactie bij mensen die wat uh, kwetsbaarder zijn... niet veel sterker worden. Dus dat je ik, dus alsnog eventueel ziek wordt of overlijdt... Ja, ziek door de vaccinatie. Voor de maar, vaccinatie, precies. Ja, en, en dus ik denk maar dat het... als ze de eerste vaccinatie zouden willen gaan doen... en alle informatie die inmiddels beschikbaar komt... die lijkt op groen te staan dan... dat het dan verstandiger is... om niet de meest, meest kwetsbare het nee, eerst te gaan doen. Nee, ja. Ook omdat... Voor ieder ander in het Nederland, die, die, er is een deel die zegt ik doe het zeker. Een deel doet het zeker niet. Een groot deel die zegt ik wil het toch wel eerst zien. Dat juist voor die mensen, ik wil het eerst zien. Dan kan je een beter een wat gemiddelde groep het vaccin geven dan een, een, de meest kwetsbare groep. Ja. Omdat die niet representatief zijn. Ja. En dus alles wat daaruit komt, ook negatieve misschien, die geeft eigenlijk verkeerde indruk. Ja. Dus dat gaat nog ontzettend veel... Uh, keuzes gemaakt moeten worden. En ook daar, en dat komen we terug op dat verhaal aan het begin over het RVM en informatie. Cruciaal denk ik bij dat geheel voor iedereen in Nederland, en zeker ook voor mezelf, dat we eerlijke en goede informatie krijgen, zodat je ook zelf de juiste beslissingen kan nemen. En niet zoals het ook de RVM dan afgelopen dinsdag heeft gedaan, met cijfers die eigenlijk vrij gunstig waren, toch gaat roepen. Dat het ongunstig was of ja. dat het stabiel bleef. Want wat, gaan ze, wat, is dan, wat krijg je dan misschien? Dat als zij gunstige informatie over het vaccin verspreiden, mensen zeggen: ja, maar misschien is het in de werkelijkheid toch niet zo gunstig. als de RVM ja, zegt. Gaat het vertrouwen. vertrouwen is het echt het meest cruciale. Wat we als bevolking nodig ja. hebben, ook zeker in die vaccinatieperiode, ja. is dat het vertrouwen kan blijven bestaan. Maar goed, het is moeilijk om actueel te zijn met die, met die cijfers die, ze, nou ja, die er gepubliceerd worden. Dus dat weten, dus er zit een vertraging in, dat geven ze zelf eigenlijk ook altijd wel aan. Toch dat er een vertraging Nou, de, Als je de berichten hoort, dan wordt dat juist uh, niet genoemd. Dan wordt er gezegd, ja, uh, dit is de, wat het nu is. De reproductiefactor is, is weer boven één. Het is te kort door de bocht. Eventjes, normaal gesproken, even terug naar het vaccin. Duurt het ruim tien jaar voordat een vaccin ontwikkeld is, goedgekeurd is, et cetera. Um, waarom kan het nu zo snel gaan? Ja, dat, ik lees ook wat ik maar lees erover. Maar ik probeer wel veel over te lezen. En zeker ook buitenlandse literatuur. Dus niet alleen Nederlandse kranten. En ja, daar wordt door heel veel gezegd. Ja, dit was zo een urgente iets. Dat we uh, normaal dingen die je achter elkaar zou doen, ben je nu parallel aan het doen. En er zitten zoveel extra versnellingen in waarbij zij zeggen dat ze daarmee, laat ik zeggen, dezelfde degelijkheid als in het verleden nu in een versnel iets doen. Wat mensen die achterdochtig zijn zeggen, ja, luister, bijvoorbeeld je neemt die test van die twee eerste die er goed uitzien, dat is toch pas na twee, drie maanden. Wat is het na een jaar? Wat is het na drie jaar? Wat is het na vijf jaar? Ja, aan de andere kant, ja, ik gebruik ook medicijnen en dan zie ik ook wel bijwerkingen. Ja, eigenlijk accepteer ik dan bij wijze van spreken het risico van de bijwerkingen, omdat dat wat ik krijg, ik blijkbaar goed genoeg vind om te, te nemen. En ik denk dat dat ook iets is waar ook politiek en media heel erg op moeten wijzen. Het is je eigen lichaam, het is je eigen verantwoordelijkheid. Bij het afwegen van doe ik het wel of doe ik het niet. Maar waarbij je ook wel, wat ik ook net heb gezegd. Ja, er zijn wel meer dingen in ons leven. waarbij we niet zeker weten wat de ultieme risico's zijn. Ja. Maar waarvan jij zelf vindt dat de voordelen op korte termijn. dermate groot zijn. Dat je de eventuele risico's op lange termijn accepteert. Ja, nog heel even over de doelgroep waar we het net over hadden. De vorige keer zei je van nou eigenlijk tot je 50 zou ik niet eens vaccineren. Dus als je vaccineert, dan sowieso 50 plus. Maar dan kom je toch al snel in die uh, wat meer risicovolle doelgroep. Ja, ik zei het anders dan jij nu definieert. Voor de mensen onder de 50 lijkt gewoon de vaccinatie niet als primaire doelstelling te hebben om jezelf te beschermen. Maar als je het doet, is de primaire doelstelling om de rest te beschermen. Dat betekent ik niet dat je per definitie het niet moet doen. De groep tussen de groep... Tussen wat je zegt, boven de 50 is de ander. Nee, de echt kwetsbaren zijn mensen... A, heel oud. En B, mensen die onderliggend uh, lijden hebben. Ja. problemen hebben. Uh, zwaar diabetisch, zwaar, uh, te, te, te zwaar. Ja. Zwaar, te zwaar. En ook uh, mensen met hartklachten enzovoorts. Nou... En, maar er zijn natuurlijk er zijn ook hele groepen van mensen tussen 60 en 80 met geen of vrijwel geen problemen. En zelf denk ik dat het voor iedereen het beste zou zijn. als de eerste, laat ik zeggen 100.000, gewoon de mensen zijn die graag willen. in een leeftijdscategorie waarvan je zegt: Nou, daar is geen sprake van echt onderliggend lijden. om daarna een beter beleid te kunnen doen ten aanzien van mensen die veel kwetsbaarder zijn omdat je dan meer feedback hebt over die eerste groep en ook wat meer van dat vaccin weet. Ja. Wat je vaak ziet gebeuren als dan een vaccin of een medicijn op de markt komt... dat er eigenlijk in die hele farmaceutische wereld een soort oorlog, prijzenoorlog, uh, concurrentieoorlog plaatsvindt. Hoe verwacht jij dat dat gaat, ge gaat gebeuren met het vaccin? Nou, wat je eigenlijk ziet is dat dat probleem bijna niet is. Want de hele wereld zit zo te smeken om een vaccin... Dat degenen die een goed vaccin hebben, uh, daar toch wel uh, veel geld voor kunnen krijgen. Dus wat je eigenlijk meer ziet, is een soort wetloop tussen de partijen. Hmm. Om zo, zo vroeg mogelijk Wie is het op te risk. Ja, daarom kreeg je ook in november al die persberichten over de eerste grote resultaten. Terwijl dat nog niet. Uh, de, het onderzoek was nog niet afgerond, enzovoort. Ja. Dat, dat is als ware de strijd. Wat ik wel zie, is dat er nogal, en zeker als er één of twee vaccins van deze, uh, er doorkomen en worden goedgekeurd... dan komt er een soort druk op die, uh, die bedrijven. Kan je dat receptuur niet beschikbaar stellen... zodat die op andere plekken in de wereld ook ja. gemaakt kunnen worden... en goedkoop beschikbaar? Nou, daar zie je ook weer verschillende verhalen bij. En een van de verhalen die ik daarvan las... maar ik weet ook niet hoe zwaar en terecht dat is... dat is zeggen, ja jongens, dat is, we maken nu dat vaccin... en dat is de eerste batches... De, de, wij hebben de productie en de kwaliteit helemaal onder controle. En als we die aan anderen gaan afgeven, dan weten we ook niet wat de kwaliteit dan weer wordt ja. op die andere plekken. Dus ook dat wordt een strijd waarbij het ook een beetje afhangt van wat jouw eigen manier van naar dingen kijken, is, op welke wijze je die argumenten uh, inschat. Ja. ja, en dan krijg je nog dat het, uh, het virus misschien muteert en werkt dan de, het vaccin nog daarop. Ja, er... daar, is, daar, daar zie je ook al nogal veel al over worden geschreven. En het lijkt erop dat de huidige mutaties van het virus eigenlijk uiterst beperkt zijn in relatie tot de vaccins. Van, van een ander soort orde dan wat je bij influenza hebt, waarbij ieder jaar weer een andere. En bedoel stand... je dan de ernstigheid van hoe ziek je wordt? Nee, nee, nee. De, de, het lijkt erop dat de variaties van. Ik geloof dat er wel. Uh, geloof ik, 6000 mutaties zijn gedocumenteerd. Maar dat zijn. ...lijkt te zijn, mutaties die zijn, die zo beperkt zijn in relatie tot de kwaliteit van het vaccin. Dat het niet is, nou, de helft ervan wordt door een vaccin niet gepakt. Um, wat er wel kan gebeuren, en dat zijn mensen die dat zeggen, van ja... ...het kan best zijn dat volgend jaar of een jaar daarna COVID-21 komt. Dus niet COVID-19 of een variant ervan. En wat ze ook trouwens nog steeds ook niet weten, nee, nee nog steeds, maar daar hebben ze ook tijd voor nodig... Of als jij gevaccineerd wordt op een bepaald moment, of je dan twaalf maanden later ook nog steeds beschermd bent voor datzelfde COVID-19. Ja. Ja. En ook dat is weer fascinerend als we daar meer over weten. Want stel, we er ook niet weten, of je inderdaad een, maar een jaar bescherming hebt of een half jaar. En we weten dat we in de lente en de zomer weinig gevaar lopen. Ja. Zou dan niet de echte vaccinatiecampagne niet meer in augustus, september moeten starten? In ja. plaats van ja, een, deel, een beperkt deel misschien in februari. Maar de grote massa kan je beter doen aan de vooravond van het volgende potentiële seizoen. Ja. To sum it all up, samengevat. Wat is jouw belangrijkste conclusie op dit moment van uh, het vaccin? Nou ja, waar uh, staat het? Ik denk dat wat we ervan horen is hoopgevend. Maar wat cruciaal wordt in dat hele proces, zowel door de leveranciers als de officiële autoriteiten, als de deskundigen, als de RVM's, om gewoon compleet open kaart te spelen. Omdat ik denk dat dat zal leiden tot de beste keuzes bij mensen. En hoe minder je open kaart speelt, hoe meer het gevaar is dat mensen op, op basis van andere informatie. Uh, ja, daaruit kiezen wat zij eigenlijk uh, ja. het, het meest logisch of het meest bij hen vindt passen. En dan zou het best wel eens een keer uh, een nog onrustiger periode worden dan de afgelopen uh, negen maanden. En dan zullen ook tegenstellingen binnen die samenleving groter Want je krijgt natuurlijk ook die discussie. En op welke manier onrustiger? Nou ja, nou ja uh, bijvoorbeeld, daar is nu al een discussie over. Ga je nu zeggen van, je bent gevaccineerd. Die mensen mogen dat en dat wel. En mensen die niet gevaccineerd zijn, mogen ja, dat was niet. Ja, wat je eigenlijk bij de kinderopvang uh, ook uh, Ja, maar, maar, maar de ik, ik ben er helemaal niet uit wat nu uh, terecht is of niet terecht. Maar we krijgen die discussies gegarandeerd. De, er zijn ook blijkbaar luchtvaartmaatschappijen... die voornemens zijn om te zeggen... je mag alleen in ons vliegtuig als je gevaccineerd bent. Of er zullen misschien landen zijn die zeggen... je mag hier alleen naar binnen als buitenlander als je gevaccineerd ja. bent. Dus... Wat, dat, dat, we gaan Heel ik denk veel discussie daar nog meer krijgen in, in 2021, ja. juist over dit onderwerp dan we in 2020 al gekregen hebben. Ja, en dan een COVID-20 of 21, wat zou dat dan inhouden? Wat zou dat zijn? Nou ja, ik, ik lees over analyses van COVID-19. Dat sommigen zeggen, ja, eigenlijk is dat de oorspronkelijke SARS in een iets andere verschijningsvorm. En er zijn mensen, ja, dit is een coronavirus, dat zijn verschillende soorten varianten. Het kan best zijn dat in 2021 of 2022 een andere gaat komen en dat die andere... Um, en dan is weer de vraag, doordat we nu COVID-19 over de wereld hebben gehad en vaccins hebben gehad, zijn we dan tegen 21, 22, 24, zijn we dan daar tegen beschermd? Bestand. Ja, ja. En dat... dat ik bedoel, ja, we, ik denk niet dat we ooit naar het oude normaal gaan, want dit soort mogelijkheden alleen al zullen toch al betekenen dat we ons leven anders gaan inrichten. Ja. Nou, je hebt je er duidelijk in vastgebeten. Dat had je ook beloofd, dat heb je ook gedaan. Een duidelijk verhaal. Uh, ja, op maries.nl vindt u nog veel meer informatie over dit onderwerp en alle andere uh, dat met corona en het vaccin te maken heeft. Daarnaast uh, ga jij wel uh, door met de QA. Uh, die elke woensdag te zien is om vier uur. Tussen jou en uh, Vincent Evers. Uh, je hebt nog meer mooie plannen, want volgens mij ga jij een podcast starten. Ja, de Maurice in de pot, met een D. <laughs> <laughs> Maurice in de pot, ja? Oh, vind, de hond in vind... de, nee, de hond in de oh, pot. De hond in de pot. Ho nog... Dat... De hond in de pot, ja. Nou, en. Ja, daar dus gaan we ook proberen interviews te doen. Bijvoorbeeld die professor Bauma, waar ik het daar straks over had. Daar, daar proberen we dan een interview mee te doen samen, ja. uh, gesprekken te voeren. kunnen we ook wat langer op dingen ingaan. En ja, dat gaat vanaf volgende week starten. Oké, okay. nou tot zover dit laatste Corona Journaal voor nu. Dankjewel, dankjewel voor het kijken en uh, tot de volgende keer. En jij ook heel hartelijk bedankt. Yes. <laughs> Het MDH Coronajournaal wordt mogelijk gemaakt door uw giften. Daar willen wij u hartelijk voor bedanken.